Hey, yo, what's up mensen? Niook hier en zoals jullie kunnen zien zijn we terug op Minecraft FitBeast. En vandaag wil ik toch wel iets bijzonders gaan maken. Want dit idee is echt weer typisch een Quinn idee gewoon. Ik was een beetje rond het lopen in mijn huis en ik dacht van, ik wil iets maken wat niet zo 1, 2, 3 te verzinnen is. Ik dacht van, ik wil niet zoiets standaards maken als bijvoorbeeld, een farm zoals ik vorige episode heb gedaan. Nee, ik wil vandaag gewoon een beetje iets creatiefs verzinnen. Dus ik was een beetje rond het kijken wat ik nodig had. En toen kwam ik eigenlijk uit in deze kamer. Toen dacht ik van, ja, dit glas is niet mooi. Laat ik er iets van gaan maken. Laat ik er gewoon clear glass van gaan maken, weet je wel, met Tinker's Construct. En toen dacht ik meteen van, hey, laat ik anders gewoon een soort van glasfabriekje maken. Ja, nou zo gezegd, zo gedaan. Ik heb een kamer gemaakt en hier wil ik vandaag mijn glasfabriek gaan maken. En hoe we dat gaan doen? Door middel van Tinker's Construct. Ik ga eventjes naar boven toe en dan ga ik eventjes de benodigde spullen maken. Nog eventjes wat van deze dingen erin doen. Zo. Dan heb ik nog in mijn inventory. Want ik heb voor deze episode heb ik aardig wat seared bricks gemaakt. Want die heb ik nodig voor deze episode. Oh, ik wist niet dat ik zoveel had. Nou, mooi. We pakken er maar gewoon een paar. Gewoon 4 stacks is wel voldoende voor nu. En dan beginnen we met bouwen. Want zoals jullie weten is eigenlijk gewoon hetgene wat je nodig hebt voor zo'n oven zijn normale seared bricks. Dus daar maken we sowieso eventjes 32 van. Dat is wel voldoende. Verder maken we nog dit. Dat is namelijk een smeltery drain. Nee, we gaan er zelfs 9 maken. Ja, dat lijkt me een goed idee. Wat we verder nog nodig gaan hebben zijn deze dingen. Het is namelijk de casting basin. Die hebben we nog niet gebruikt dit seizoen. Maar die hebben we er ook 9 van nodig. Verder hebben we nog 1 controller nodig en 1 tank. Hoe maak je die ook weer? Ik weet het allemaal niet meer precies. Die tank maak je, oh, met glas natuurlijk. Even wat glas pakken. Zo, eentje is voldoende. En dan maken we die tank en dan kunnen we hem eigenlijk al bijna gaan bouwen. En het enige wat we nog nodig hebben zijn faucets, maar die maken we later wel. Want ik heb wat meer seared bricks nodig. Maar daar komen we later op. Voor nu hebben we denk ik alles wat we nodig hebben. Controller, tank, casting, ja. Mooi, dan kunnen we naar beneden toe en dan gaan we hem eventjes opzetten. En hoe gaan we dat nou doen? Want dat is eigenlijk het belangrijkste. We halen deze weg. Vervolgens moeten we dit even weghalen. We gaan het zo doen. 1, 2, 3, ja. Dan plaatsen we als onderste laag plaatsen we gewoon een rijtje van die seared bricks. Dan plaatsen we hier, nou laten we zeggen, hier de controller. Hier de tank. En dan omringen we het weer gewoon met van die seared bricks. Zo, en als het goed is moet nu dat ding gaan branden. Waar is die controller? Waar heb ik die controller neergezet? Hier. Ja, die brandt nu, dus dat betekent dat die werkt. Vervolgens gaan we hier bovenop gaan we deze smeltery drains plaatsen. Zo. En de laatste komt, laten we zeggen, hier. Vervolgens plaatsen we onder deze drains plaatsen we alle casting basins. Oh shit. Dat was niet de bedoeling. Zo. En hier. En als laatste hier. Nice. Dit ziet er best wel epic uit al. We zijn niet eens eigenlijk heel ver. Maken we het. Zo. En zal je zien. Nu heb je maar 9 hokjes. Of hoeveel heb je er? Ja, 9. En nu heb je er een stuk meer. Nice. Gaan we hem nog eentje hoog maken? Nee, we laten het gewoon eventjes. Voor nu laten we het even zo. Dan is nu eigenlijk nog het enige wat we moeten doen is van die faucets maken om hier op te kunnen zetten. Dus we gaan even wat van die seared bricks verzamelen. Vervolgens gaan we wat van die faucets maken, want volgens mij heb je 3 per faucet nodig. Dat weet ik niet 100% zeker. Faucet. Ja, 3. Dus moeten we er 9 van hebben. Dus 27 van die dingen moeten we er nog 11 hebben. Oké, dat valt reuze mee. Dan ga ik het even halen. Ben ik zo meteen bij jullie terug. Zo, dan hebben we wat seared bricks en dat is genoeg voor die 9 faucets waar ik het over had. Zo. Nog 1. Nice, hebben we 9 faucets. En jullie weten denk ik nogal gewoon van de normale Tinker's Construct over die we daar hebben. Die we gewoon voor normaal gebruik gebruiken. What the fuck? De faucets gaan gewoon weer op dezelfde manier op als dat we ze altijd gebruiken. Gewoon weer op de drains. Ik moet alleen even de blokjes weghakken, want daar kom ik niet goed bij. Dus nu weer terug. Zo. En dan vervolgens moeten er weer die casting basins terug. En zal het allemaal gewoon goed werken. En ook aan deze kant doen we de faucets erop. Nice. Dan is eigenlijk mijn gebouwtje, of eigenlijk mijn Tinker's Construct oventje nu al klaar. Dan is mijn oventje nu klaar. Nice. Het enige wat we nog moeten doen is lava hierin. En hij doet het. Lekker.
Maar wat ben ik nou eigenlijk allemaal van plan, weet je? Want het ziet er nu allemaal best wel een beetje fucking messy uit. Want jullie denken vast, wat fuck wil hij allemaal doen met al die fossen, met al die casting basins. En hij lult over een glasfabriek. Nou, we gaan het gewoon even laten zien in de praktijk. Kijk, je doet hier bijvoorbeeld één glas in. Dat gaat er gewoon rustig smelten. Zo, dan is glas nu gesmolten. En als je nou normaal gesproken gewoon op die voorzet zo doet, dan zal deze ketel op gaan vullen met gesmolten glas. En als die dan helemaal vol is, dan hebben we iets heel leuks. Namelijk een glasblokje. Gemaakt van clear glass pane. Bam. En jullie kennen het clear glass. Gewoonweg geen rare ribbeltjes op de zijkant en op de voorkant. En als je hem weg wil, kan je hem gewoon hakken en je kan hem weer hergebruiken. Nice. Maar wat wil ik hier nou eigenlijk mee? Ik wil ervoor zorgen dat dit een soort van fabriekje wordt. Waardoor je gewoon 9 dingen tegelijk, dus oftewel gewoon alle 9 fossen tegelijk, kan gebruiken. En ik vervolgens al het glas gewoon op 1 punt kan genereren. Hoe gaan we dat doen? Nou, hier hebben we een aantal hoppers voor nodig. Een lever voor nodig en wat rednet voor nodig. Dus het lijkt me een strak plan als ik dat even ga halen. En dan zal ik jullie even laten zien hoe ik dat eigenlijk allemaal wil gaan doen. We hebben aardig wat hoppers nodig. Want ik denk dat we een stuk of, nou laten we zeggen, 10 tot 12 hoppers nodig hebben maar liefst. Dus het is aardig wat, maar ja, we komen er wel uit. Even kijken, hoe maak je een hopblok weer precies? Volgens mij van iron en een chest, toch? Ja. Mooi, dan hebben we eerst een paar chests nodig. Even kijken, die hier nog niet eens genoeg. Jeez. Dit gaat ons best wel wat kosten, maar ja, maakt niet uit. We komen er wel. Zo. Hebben we een aantal chests. Zo. Dit is wel genoeg. We maken gewoon 12 hoppers, dat lijkt me wel ruim voldoende. Doen we hier het iron. Dan hebben we de hoppers. Nice. Want hoppers hebben namelijk een hele goede gewoonte. Ze hebben namelijk de gewoonte, of eigenlijk de functie, dat ze alles wat er in een inventory zit, dat ze dat er eigenlijk een soort van uittrekken. Dus wat we gaan doen, is onder deze dingen hoppers neerzetten. Waardoor automatisch, als er een glas dingetje is gevormd, als er zo'n clear glass is gevormd, dat automatisch uit wordt getrokken. Dat maken we gewoon overal, bij elke bezem. Even kijken, dat loopt allemaal zo. Bam. Vervolgens pakken we onze wrench en zorgen ervoor dat eigenlijk alles één kant op wijst. En het lijkt me handig als ik het de andere kant op laat wijzen. Zo dus. Doen we hier ook. Zo, laten we het tuutje weer de andere kant op wijzen. Zo. En dan doen we bij deze ook. En zo gaan we eigenlijk door tot we bij elke basin hoppers hebben staan. Dus hier een hopper. Zat heel de goede kant op, volgens mij wel. Zo. Ik heb er nog eventjes 3 hoppers bij moeten maken. Ik had 12 hoppers, kan nog steeds niet genoeg. Nice. Maar we gaan nu dit gebouwtje, of tenminste dit mechanisme, gaan we afronden. We plaatsen hier een hopper. Die draaien we weer de goede kant op. Zo. Dat in deze hopper komt. Die draaien we opnieuw de goede kant op. Zo. En de laatste hopper, die draaien we. Even kijken, hoe gaan we dat doen? Kunnen we het best dit blokje even weghakken, anders kunnen we niet goed zien of hij goed staat gedraaid. Zo. Dan draaien we hem zo. En dan alleen deze nog even goed draaien. Nice. Dus nu staat elke hopper eigenlijk gewoon naar elkaar toegericht. Alles staat op elkaar aangesloten. Als een, ja, als het ware als een netwerkje van hoppers. Helemaal aan elkaar. Hier gaat het zo, daar gaat het zo. Bam. En dan komt het hier uiteindelijk in een chest. En die chest moet ik nog even snel maken. Ik heb precies genoeg hout bij me. En dan is het eigenlijk alleen nog maar een kwestie van de levers en de rednet eraan zetten. En we kunnen eigenlijk al gaan. Chest. Heb ik allemaal glas en emissiesystemen bij me? Nee. We pakken gewoon alles. Want we gaan vanaf nu al het glas omzetten in clear glass. Ja. Oh, stomme rotdeur. Zetten we hier de chest neer. Dit is het eindstation van die hele cirkel. Dan gaan wij alvast wat glas ingooien. Of eigenlijk gewoon al het glas. En vervolgens plaatsen wij alvast alle rednets hier. Dat doen we op de volgende manier. We plaatsen, even kijken, hier een rednet. Hier, oh, dat is niet helemaal de bedoeling. Zo. We moeten nog wat rednet bekabeling maken. Zo. Dit moet genoeg zijn. Dan kunnen we alles denk ik wel op elkaar aansluiten. Die daar. Die daar. En dan zo. En dan plaatsen we hier bovenop plaatsen we een lever.
En vanuit daaruit kunnen we eigenlijk alles beheren. Elk stukje glas of elk stukje bezing kunnen we vanaf deze lever beheren. Nice. Dan is nog even wachten tot al het glas gesmolten is en dan kunnen we ons systeem uit gaan testen. Maar ik weet bijna 100% zeker dat dit gaat werken. Bijna, ja. Alles is gevuld en is nu eigenlijk alleen maar een kwestie van de hendel overhalen. Zo, en dan zie je inderdaad dat alles gevuld gaat worden. Alle bases worden op dit moment gevuld. En dan zal er zometeen een soort van glasje gaan ontstaan in de vorm van clear glass. En dan zal het vierde hoppers allemaal in de chest komen. Dus hier komt het erin, hier is de weg, hier is de weg en hier is de weg. Dus als het goed is zit alles nu in de chest. Ja, nice hoor. Ja, en dan doen we nog een keer. Alles wordt weer gevuld. Gaat dan allemaal via de hoppers en dan komt het hier uiteindelijk in de chest terecht. En dan ben ik toch best wel blij met dit systeempje. Dit werkt nog best wel goed. En waar wil ik dit glas nou eigenlijk voor gaan gebruiken? Nou, dat wil ik gaan gebruiken voor natuurlijk voor die Mistcraft kamer. Mooi, onze glasfabriek staat en dan lijkt mij nu een geschikt moment om iets heel anders te gaan doen. Het is al heel vaak aangevraagd, namelijk power armor. En power armor maak je met wat iron en deze wiring. En die wiring ga je sowieso nog vaker tegenkomen als we met power armor aan de slag gaan. En dat maak je van wat zilver en koper. Ja, mooi. Gaan we dat even pakken. Zilver. En koper. Holy shit, dat begint ook wel redelijk snel op te raken. Ik moet echt de volgende episode er even een quarry op zetten, denk ik zo. Gaan we gewoon even doen. Daar komen we later op. We gaan nu in ieder geval eerst wat van die wiring maken. Ja, daar hebben we er 16 van. En volgens mij zijn 8 van die wiring al genoeg om het hele power suit armor te maken. Die maak ik zo, die maak ik zo. Ja, weet je, we gaan gewoon even maken. We zien wel waar we eindigen. Eerst die helm. Power armor is natuurlijk niet compleet als je de power fist niet hebt. Want die power fist ziet er ook best wel epic uit. Dus die gaan we gewoon even maken voor de lol. Electrum ink in het midden. Dat is wel even een verandering. Dat heb je bij de andere niet nodig. En dan gewoon hier zo'n wiring. En dan hebben we ook dat handje. Nu denk je vast van eigenlijk is dat helemaal niet zo heel moeilijk. Nee, het is inderdaad ook niet moeilijk om dat armor te maken. Maar meer om het armor te gaan upgraden. En het om te gaan zetten naar iets wat jij eigenlijk zelf wil. Maar voor we dat kunnen doen moeten we eerst eventjes zo'n machientje in elkaar zetten. Dat is namelijk de Power Armor Tinker Table. En die maak je met een machine frame. Redstone transmission coil. 2 electrum ingots. En oké, dat moet wel kunnen. Zo, dan hebben we een machine frame. Dan hebben we nog wat electrum ingots nodig. En een emerald volgens mij. Zo. Mijn escape toetsen is een beetje vreemd. Het is een beetje kapot aan het gaan. Daar ben ik niet zo blij mee. Dus ik moet eerst denk ik even een nieuwe kopen. Een nieuw toetsenbord. Was ik sowieso van plan. Maar nu moet het toch echt. We moeten trouwens eerst nog eventjes zo'n reception coil hebben. Die maken we met zilver hier zo. Die doen we daar. Electrum ingots daar. Machine frame in het midden en daarboven een emerald. En dan hebben we zo'n power systeem. En het is een power systeem, maar je hebt geen energie nodig voor het apparaat. Dus die plaatsen we weer in de rij van onze machines die geen stroom nodig hebben. We kunnen hem trouwens hier niet plaatsen omdat het blokje hier zit. Helaas. Mooi. Dan zie je nu allemaal dingen die je hebt. Volgens hier allemaal tools, specials, weapons, energy, movement. Ik kan zelfs nog omlaag volgens mij bij deze. Ja, nou ja, niet heel veel. Geldt ook voor de boots en de legs en de body en de helm. En eigenlijk is het nu gewoon zaak om al die power armor te gaan upgraden naar iets wat jij wil. We gaan bijvoorbeeld eens naar de boots kijken. Dan heb je een upgrade bij movement. Van bijvoorbeeld jet boots. Oftewel dat je een soort van jetpack in je boots hebt. En je hebt een shock absorber. Dat is gewoon dat als je valt dat je geen damage krijgt. Of minder damage. Dit is gewoon de energie die je krijgt. Die gaan we denk ik gewoon in de elite battery gebruiken. Want dat is gewoon best. Hier heb je bescherming. Die gaan we denk ik in diamond plating gebruiken. Weet je, ik ga het een beetje uitzoeken. Dan ga ik eventjes de spulletjes ervoor halen. En dan gaan we het zo meteen allemaal upgraden. Ik wil gaan beginnen met de upgrade voor deze Power Armor Leggings. Die hebben namelijk als optie Sprint Assist, oftewel gewoon dat je sneller rent, en Jump Assist, dat je hoger springt. Hoe maak je dat? Nou, dat zie je eigenlijk gewoon hier staan. Daar heb je dus 4 servo motors voor nodig. Dan moet je dat even op gaan zoeken. Servo motors. Servo motors. En die maak ik op de volgende manier met wat weer van die wiring. Wat van deze solenoid en ook nog een pneumatic servo. Hoe maak je dit? Dat maak je zo. Oké, gaan we dit even in elkaar zetten en dan ben ik zo meteen bij jullie terug. Mooi, dan kunnen we alles in elkaar gezet. Dan doen we de Permanent Servo's hier, de solenoids daar en de wiring hier. En dat geeft ons deze 4 servomotors. En die kunnen we gaan gebruiken op de machine die we zojuist gemaakt hebben. Dat doe je gewoon weg. Je klikt op degene dat je wil, gewoon de upgrade. Dat was de Sprint Assist en dan doe je installeer. En dan gaat het regenen.
Nu je die Sprint Assist hebt geïnstalleerd, kan je er een beetje mee gaan klooien. Hier in het schermpje rechtsonder kan je namelijk de hoeveelheid dat alles voorkomt, kan je een beetje gaan veranderen. Je kan bijvoorbeeld de compensation veranderen, je kan de power veranderen, je kan de walking assist veranderen. En nu denk je vast, ah mooi, zet alles op maximaal. Dat is natuurlijk ook gewoon wel het beste, denk ik zo. Maar je ziet dan wel dat de hoeveelheid energie die het ding gebruikt toeneemt. Want kijk, als je het hierin zet, gebruikt hij maar 4,44. En als je hem op maximaal zet, dan gebruikt hij ongeveer 10. Kijk maar. Dus ja, hoe gaan we dit aanpakken? Nou, ik denk dat we het gewoon op maximaal allemaal zetten. Want wij gaan gewoon de beste batterij erin knallen. De elite batterij. En die maak ik op de volgende manier met een HV capacitor. En die maak je met twee wiring en zo'n redstone energy cell. Dus we moeten nu even twee van die redstone energy cells maken of meer. Ik moet even kijken hoe ik het ga doen. Ik denk dat ik vandaag alleen de legs en de boots doe. Dus we maken eventjes twee van die high voltage capacitors. Dus dan hebben we weer twee van die energy cell frames. Jullie kennen het wel. In de Magma Crucible doe je redstone. Vervolgens moeten we dit even omhoog toe pompen. Dan moeten we hier output zo. En dan zo, denk ik. En dan hier input. Zo. Zit daar enderpearl dust in. Of tenminste enderpearl liquid, hoe noem je dat? Geeft ook niet. Vervolgens moeten we hier weer even inputten. Dan zeg ik dat input en dan komt hier redstone in. En dan kunnen we daar gewoon onze redstone energy cell in doen. Alleen even wachten tot we volgens mij tot de helft zijn. Dan gaat hij pas beginnen met het erin pompen van de redstone. Dat is 1. Nu nog de tweede. Hebben we genoeg redstone? Ja, dat is wel voldoende. Mooi. Dan wacht dan eventjes op deze tweede en dan ben ik zo meteen terug. Oh, ik heb blijkbaar verkeerd gelezen. Ik heb redstone energy cells gemaakt en je had gewoon de versie ervoor moeten hebben. Gewoon de energy cell frame zonder nog iets mee te doen. Oké, dan maak ik die even. Dat maakt natuurlijk niet heel veel uit, want die batterij kan je altijd gebruiken. Hoe meer je er hebt, hoe beter. Dus die gaan we nog even maken en ben ik zo meteen terug. Maar op zich niet heel erg, want in de tussentijd kunnen wij natuurlijk gewoon andere upgrades gaan doen. Want op de power leggings wil ik ook nog de jump assist hebben. En die installeer je met 4 servo motors, die hebben we al. Dus dat installeren we. Zetten we ook gewoon op volle power, want we gaan zometeen gewoon de maximale batterij gebruiken. En dan, ja, ik weet je, ik ga het een beetje allemaal testen hoe snel het allemaal leeg gaat en zo. Want als ik eerlijk ben, ik gebruik eigenlijk bijna nooit power armor. Gewoon weg omdat ik quantum armor heb en dat vind ik wel goed gewoon. Wat hebben we nog meer nodig? Eventjes weer zo'n elite battery, die maak je weer met zo'n ding die zijn aan het maken. Wat hebben we nog meer nodig? Even kijken. We hebben 2 wool nodig. Dus maken we even. En nog één. We hebben 2 wool en daar kunnen we een shock absorber van maken op onze boots. Kijk maar, een shock absorber, 2 servo motors en 2 wool. Ook die installeren we. Maximaal power en mooi, nice. Dus als je wil weten wat er trouwens allemaal op zit, dan kan je trouwens ook gewoon shift doen. Dan zie je precies wat erop staat. Shock absorber en op deze staat sprint assist en jump assist. Nice. Nu is er eigenlijk nog zaak om op deze 2 dingen gewoon een energiebron te zetten. En die zijn we natuurlijk hier aan het maken. Waar zit die? Hier. Die moet weg en er moet wat meer redstone in. En dan zal dit zo meteen gaan beginnen met maken. Ik denk dat ik nog iets meer redstone nodig heb. Een stuk of 10 denk ik. En dan komt dat helemaal goed. Kunnen we alvast de eerste batterij gaan maken. Want die maak je gewoon weg met wiring. En zo'n cel. En dan heb je zo'n high voltage capacitor. En ik denk dat hij nu ongeveer klaar is. Oeh, dat zijn mijn hardened glass. Ja, hij is bezig. Mooi, dan binnen enkele seconden hebben we dan de tweede. En dan kunnen we ook alweer de tweede motor gaan maken. En die gaan we dus op onze boots en op onze leggings zetten. En dan gaan we eens kijken wat we tot nog toe hebben gemaakt. Gaan we kijken of het ook echt gaat werken. Trouwens, eerst nog eventjes zo'n ding. Boom, escape toets is echt aan de kloten. Die hier, warning eromheen. En dan hebben we 2 van deze high voltage capacitors. En dan moeten we natuurlijk niet daarin. Dan moeten we het hierop gaan zetten. En dan doen we de Elite Battery. Installeer. Wat kan je hiermee? Het zegt me, sommige dingen zeggen me echt helemaal niks. Het is wat meer gewicht. Nou, ik weet het niet precies. Als jullie tips hierover hebben, zeg het in de comments. Want ik heb er niet heel veel verstand van. Want zoals ik zei, ik gebruik het niet zo vaak. Die doen we hierop. Want ik weet een beetje de basis ervan, maar meer ook niet. Ik weet niet de beste settings voor dit bijvoorbeeld. Dat weet ik allemaal niet. Nou. Ik vind het denk ik wel mooi zo. Ja, mooi. Dan gaan we ze aandoen. En dan gaan we kijken wat er van terecht komt. En weet je wat ik nou eigenlijk het leukst vind van dat hele power suit armor? Dat is gewoon echt dat geluid. Oh, je kan wel echt ver mee springen. Dit bevalt me eigenlijk wel. Misschien is het nog wel beter dan Quantum. Tenminste niet qua verdediging. Want voor de rest vind ik Quantum wel beter. Maar misschien om afstand af te gaan leggen, dat ik toch de power armor ga gebruiken. Ja, dat bevalt me wel. Nice.
Dan vind ik het voor nu wel voldoende met het upgraden van het power armor. Dan gaan we de volgende episode gaan we verder met het upgraden van onder andere de helm, de body en de vest. Want de vest kan je trouwens ook nog heel veel leuke dingen mee. Dan gaan we eens eventjes onze Miscraft kamer omtoveren tot een kamer die er toch wel eventjes wat mooier uitziet. Mooi, dan ga ik eventjes alles omzetten in glas en dan ben ik zo meteen bij jullie terug en dan laat ik jullie het eindresultaat zien. Want dat eindresultaat wordt echt epic. Dan is dit het laatste blokje. En dit is het dan, het glas. Je ziet eigenlijk niet eens dat er glas zit. Kijk, maar er zit toch echt glas hoor. Je komt er niet langs. Nice, nu ziet hij er echt zoveel beter uit. Je ziet gewoon niet dat er glas is, maar het is er wel. Het lijkt nu net gewoon of je in de open lucht zit. Nice. Dan gaan we nog even van de buitenkant bekijken. En vanaf de voorkant ziet het er zo uit. Best wel smooth gewoon. Geen rare frats meer op de zijkant en op de voorkant. Geen rare dingetjes meer, geen rare structuren. Nu gewoon lekker smooth, lekker glad. Gewoon nice. Ik zal hier nog wat verdrie plaatsen. Ziet er wat mooier uit. Ik ben tevreden met de uitstraling nu van mijn Miscraft kamer. Ziet er gewoon wat netter uit. Wat leuker uit vind ik zelf. En ik heb mijn power armor ook gewoon binnen. Het is denk ik een geslaagde episode. Maar het is helaas alweer tijd om af te gaan sluiten. De volgende keer gaan we verder met mijn power suit armor. Met het upgraden van de helm, van de body, van de fist. En ik moet denk ik eventjes een nieuwe quarry op gaan zetten. Want zoals jullie weten, al mijn ingots en zo komen een beetje laag in voorraad. Vooral het kopen komt heel erg graag. Kijk, we hebben nog maar 35 koper, dus dat gaat niet heel erg goed. Dus we moeten een nieuwe quarry op gaan zetten. En trouwens nog eventjes antwoord op een vraag die best wel vaak gesteld wordt van tot welke episode gaat deze serie nou eigenlijk? Nou, dat hangt eigenlijk gewoon compleet af van wanneer de 1.6 uitkomt. Want als VTBeast 1.6 uitkomt, zullen er weer heel veel nieuwe mods bij zitten, zullen er heel veel nieuwe spullen bij zitten. En dat gaat waarschijnlijk betekenen dat deze wereld weer incompatible wordt. Oftewel dat ik niet meer verder kan spelen op deze wereld. En dan moet ik wel een nieuwe wereld gaan doen. Wanneer het precies uitkomt 1.6, dat is nog niet helemaal 100% zeker. Het kan volgende week zijn, het kan over 3 weken zijn, het kan over 4 weken zijn, het kan morgen zijn. Dus het hangt echt 100% gewoon van de makers, van de upgraders van de 1.6 mods af. Klinkt misschien wel een beetje vreemd, maar jullie zullen het vanzelf merken als de serie ten einde gaat lopen. Ik bedank jullie weer voor het kijken naar deze episode. Vandaag weer veel gedaan. Als je een vraag hebt of tips of iets anders, een opmerking. En vooral over de power suit armor, want daar ben ik nog niet helemaal over uit hoe ik het allemaal wil gaan doen. Plaats in de comments en dan zie ik je graag de volgende keer terug. Meer Feed the Beast. Peace jongens.